Nederland is helaas opnieuw in een lockdown. En dat is een enorme domper voor ons allemaal, want het ging de goede kant op, zo leek het. En nu zijn we geconfronteerd met een nieuwe variant van het virus die veel en veel besmettelijker is. En dat betekent helaas ook weer allerlei beperkingen aan ons leven. En dat is balen. Balen voor ons allemaal. En ik vind het met name heel erg zuur voor onze ondernemers, winkeliers, horecaondernemers die vlak voor de kerst hun winkels moeten sluiten, hun horeca moeten sluiten en een deel van hun kerstomzet ook zien wegvallen. Maar het is ook balen, het is zuur voor mensen in de culturele sector, de musea, de scholen, de verenigingen, de kerken die ook de deuren weer moeten sluiten. Juist in deze tijd waar ze heel veel mooie activiteiten hadden georganiseerd en waar ze naar uit hadden gezien. Het is voor ons allemaal zuur en balen, want ja, deze tijd is juist de tijd dat je mensen wilt ontmoeten, familie en vrienden, en dat is nu allemaal aan beperkingen onderhevig. Ja, beste mensen, we kunnen nu bij de pakken neer gaan zitten, moedeloos worden, maar dat heeft geen zin. Daar komen we ook niet verder mee en ik denk dat we ons moeten richten op die dingen die nog wel kunnen, want het kan nog zoveel ook gewoon wel. We kunnen nog steeds dingen bestellen bij de horeca en ophalen bij de winkeliers. We kunnen nog steeds meeleven met vrienden en familie, digitaal of in heel klein verband. We kunnen nog steeds genieten van die fantastische omgeving waarin we wonen, wandelend, fietsend of op een andere manier. We kunnen online ook allerlei dingen bijwonen, concerten, kerkdiensten, dat kan gelukkig nog wel. En laten we ons daarom ook richten op wat nog wel kan, want dat geeft ons denk ik energie. Dames en heren, ik ben enorm onder de indruk geraakt de afgelopen maanden van de veerkracht van onze samenleving en van de creativiteit van onze ondernemers. Ik heb heel veel mooie voorbeelden gezien van mensen die met nieuwe energie en nieuwe kracht wegen ontdekten om toch weer geld te verdienen of om met anderen mee te leven, om iets te betekenen voor anderen. En laten we die veerkracht en die creativiteit en die energie vasthouden ook in deze nieuwe lockdown waar we mee geconfronteerd worden. Want samen op die manier kunnen we er doorheen komen. Ja, ik baal er ook van, hè. Ik vind het ook niet altijd leuk en ik mis ook die concerten en ik mis ook die contacten en ik mis ook familie en vrienden en de kerkdienst. En soms moet ik ook tegen mezelf zeggen, kom op Jonathan, even moed verzamelen, energie om weer verder te gaan. Maar laten we dat doen, want ik weet, er komen echt betere tijden aan. Dus laten we zeggen, met elkaar de schouders eronder en met nieuwe moed en nieuwe energie deze tijd ingaan. Op elkaar blijven letten, voor elkaar blijven zorgen. En ik wens u allemaal, ondanks alle beperkingen, toch goede feestdagen en tijd om tot rust te komen en nieuwe inspiratie en nieuwe energie op te doen voor het nieuwe jaar, uitziend naar betere tijden.